Hello, Belife. Kom even wat vertellen over gitaar en wat het te maken heeft met coronavirus. Ik heb een hele leuke gitaar. Nou, ik had laatst een concert en toen waren er allemaal mensen die waren besmet met het coronavirus. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ik zelf heb natuurlijk geen coronavirus in mijn lijf, want ik heet Lijf. Dus de coronavirus, dit is ook een soort virus dat is gemaakt van bier, dat weet iedereen. Heel goedkoop bier uit Mexico. En dat wordt dan in de mensen zo in hun gitaar gedaan. En dan ga je. Ja, dus ik speel. Dit is een nummer van David Gilmour. En die speel ik dan op mijn Gibson. En dat gaat over het coronavirus. Het nummer heet Corona in the World. Met emoties. Probeer ik dan, hè? Lukt alleen niet, emotie. Maar maakt niet uit. Ik speel gewoon lekker. Ja, een soort in een sequence. Als een sequence speel ik meer. Lekker plastic en. Hoor maar. Zie je? Probeer maar eens zo dood zonder gevoel te spelen. Dat kan niet iedereen helemaal als je dus corona wil spelen. Dus een lied over virus. Dat gaat David Gilmour. Oh, dat had ik al gezegd. Het andere lied wat ik heel erg mooi vind om bij Gibson te spelen is Corona, Corona. My Corona. Dat is ook een lied van een band die speelt ook liedjes over ziektes. Het is heel leuk om over ziektes liedjes te spelen. Dit nummer krijgt de tering, heet dit nummer. Dat is ook een ziekte vroeger. Heel erg. Of pestpokken. Moet je horen. Krijg toch de pestpokken in de hele wereld, zeg ik dan. Maar het mooie van ziektes en gitaar is natuurlijk ja, ik weet eigenlijk ook zelf wel wat ideeën wat ik eigenlijk wil vertellen. Ik vind het wel goed zo. Dankjewel voor het interview.